Het jaar loopt ten einde. Laten we even kijken naar een top 20 van de best presterende aandelen van het afgelopen jaar. Dit zijn de onderste regionen. Daar treffen we Refresco, Good Old Aalbers Industries, ASML met rendementen onder de 40%. Klimmen we wat hoger, dan treffen we ASR en zelfs Heijmans. Tot en met 61% koerswinst. En bovenin vinden we fondsen als Takeaway, jazeker, toch een interessante beursgang afgelopen jaar. Air France KLM en op nummer 1 Farming met 432%. Farming, is iemand van jullie hier binnengelopen? Ja, ik moet het eerlijk bekennen. Ik heb ze niet meer. Je had ze moeten houden natuurlijk. Dit waren alle fondsen door elkaar, hè, voor alle duidelijkheid. Dit was de hele berg. Ja. Okay. Nee, eer wie eer toekomt. Nico Inberg heeft het genoemd vorig jaar, of in 2017 in de zomer. En ik vond dat hij een goed verhaal had, dus ik heb die aandelen gekocht. En de koers gingen keer 4, dus dankjewel Nico. Oké, okay. Ja Jos, wat maak je van dit rijtje zoals het staat? Ja, het zijn vaak bedrijven die grote risico's hebben. Bijvoorbeeld Air France KLM. Dat vind ik echt een belegging van 3 keer niks. En dat is zo hard gestegen. Onbegrijpelijk hard gegaan. Ja. TKW.com daarentegen is, ja, is een hele mooie belegging. Ja. Dat is echt een mooie belegging. Maar is dat een hoog skepsis? Hoog risico. Nou, ik was ook bij de beursgang was ik al enthousiast over. Toen al? Toen al, ja. Toen dacht ik van, heb ik gezegd van schrijf erop in. Ik heb later niet meer zoveel adviezen meer of rapporten over geschreven. Dat wel. Maar dit is nou echt een aandeel wat je in een klein hoekje van je portefeuille kan doen. En ja, heel hard kan groeien. Ja. Dat was het verhaal. En ik zag nog iets aan. En Vipco. Never heard of. Wat? Ongelooflijk, hè? Die maken petflessen schoon. Ja. Maar dat had je dan alleen in januari moeten hebben. Toen ging die koers omhoog. En daarna is het een flatliner geweest. Een heerlijk bedrijf. 32 miljoen omzet. Maar het is een Belgisch bedrijf. Geen Nederlands bedrijf. Oh, niet hoort mee. Nee, hoor niet tot de beurs in Amsterdam, wat jou betreft. Dat was toch? Het heeft een Belgische ticket. Het staat niet in mijn Amsterdam-lijstje. Maar het is een heel leuk bedrijf. Ik heb het net opgezocht in Bloomberg, moet ik eerlijk bekennen. Want ik kende het zelf ook niet. Maar echt, ziet er heel leuk uit. Gaan we eens bekijken. Oké, gaan we eens bekijken. ASML met 36%. Is dat niet een beetje een achterblijvertje? Voor ASML. Nou ja, als je dit rijtje ziet, dan denk ik van, nou, kijk eens hoe ze het over de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja, ASML. Nee, dit gaat over 2007. Nee, maar dat is het punt natuurlijk. Ze zijn al jarenlang behoren ze bij de grootste stijgers. Al een hele tijd. Ja. Dus, maar het is heel moeilijk, denk ik, om iemand die een hele goede strategie heeft, die zal nooit bij de top 10 van één jaar van al die fondsen zitten. Want elk om zijn eigen reden doet het goed. Er zijn terugkomen zoals Air France, KLM. Mm-hmm. Zijn bedrijven die misschien worden overgenomen, zoals TKW.com. Dus daar is geen strategie op te maken die bedrijven allemaal omvat. En ik denk eerlijk gezegd, dat ben ik met Jos, volgens mij zeg je dat ook, een goede strategie. Die had ASML en die heeft het nog steeds. Ja. En dan zit je nu bij de verliezers. Maar op welk van deze fondsen zouden jullie inzetten in 2018? Takeaway.com? Van deze... Nee, pak deze 7. Ik zou Takeaway.com, daar zie ik nog steeds wel heel veel potentieel in. Ja? Dat kan echt heel groot worden. Uiteindelijk zal die strijd uitgevochten moeten worden tussen Discovery Hero in Duitsland, Takeaway.com. En er zit er nog één in Engeland ook, geloof ik. Dan zal er één overgenomen worden. En als ze het niet zelf heel groot in Duitsland worden, worden ze denk ik overgenomen. Dus ja, daar zie ik nog wel veel. En Bezi trouwens ook nog wel, maar dat is wel wat riskant. Ja. Oké, dus dan zullen ze even afblijven. Dit gaan niet de winnaars voor volgend jaar worden. Oh, nee, dat denk ik ook. Dan mag je straks vertellen wat dan wel. Zeker van TKW af. Dit is overigens een lijstje van analist.nl van Ronald Kok, die dat lijstje gemaakt heeft. Altijd mooi nagerekend. RTL Z Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.